Dat hier, dat is mijn verhaal. Omdat ik mijn versie van de feiten wil geven. Al van dat klein was ik maar één droom. De beste coureur ter wereld worden. Ik was ongeduldig en hyperambitieus. Niemand kost me tegenop. Nou ja, niemand. Als je zelf van de daten schreeuwt dat je alles wil winnen, maar diep van binnen twijfelt aan jezelf. En dat je moeilijk zit om mee samen te leven en anderen constant tegen de borst stoot. Ja, dan is er maar één iemand dat je kan tegenhouden. En dat is jezelf. Très à l'aise à ce coup de pédale, cette sérénité. Dit is grote klasse, dit is groot talent. Ik ben de sterkste, Frank. Oh, voor de ene keer zal ik het zeggen, ja. Achter mijn eerste profzege boven op de Notre Dame de la Garde in Marseille zat ik in een roes. Naissance d'un champion kopte l'équipe de volgende dag. En ik kostte mijn leven, maar al snel begon het amateurisme van de lotteploeg me tegen te steken. Ook al was dat de ploeg waar mijn pa werkte als mechanicien en mijn onkel sportdirecteur was. Bij de grote ploegen, gelijk Mapei of Once, liepen ze lichtjaren voor. Ik begon in opstand te komen. Ik mocht in opstand komen, want ik was bij de familie. En bij de familie mag je altijd iets meer. Ik had dan ook het beste klassement van de hele ploeg bijeengefietst in het voorjaar. Ik was nog te jong om de Ronde van Frankrijk te rijden, maar ik ging er wel al op bezoek. Ik dacht, misschien moet ik gewoon een keer mijn licht opsteken bij een paar andere ploeg. Meer niet, kan nooit geen kwaad, hè. Ik kwam verschillende ploegleiders tegen. Ik zag Patrick Lefevre, ploegleider van het groot Italiaans-Belgische Mapei, in zijn hotel na de eerste etappe in Rijssel. Maar nee, ik sprak niet met hem. De hele tourcaravaan vertrok daarna naar Engeland om twee etappes te rijden en vervolgens met de boot terug te keren naar Frankrijk. Er was een soirée sur le ferry. En ik me suis retrouvé met Van Mol, met Lefevre au bar. Il m'attaque un peu. Een paar mensen staan Jean-Jacques bij mij. En hij zegt, ja, heb je Frank gezien in je hotel? Dan zei hij, had mij ook gezien. Ik zeg, ja. Ik zeg, wat deed hij daar eigenlijk? Ja. Het hebben een paar ploegen vragen voor te spreken, want hij is niet content bij Lotto. Ja, zoiets moet hij 1-2 keer zeggen tegen mij natuurlijk. Ça s'est passé sur un bateau avec Lefevre qui a été voir Jean-Jacques. Oui, moi j'étais un peu vexé parce que il y avait une concurrence entre Lefevre et moi. Lui, il était le directeur sportif, moi chez Lotto et tout. Et quand on dit que si Franck vient chez nous, il va encore être dans un contexte meilleur, on va l'améliorer de X% et tout, ça veut dire que moi j'avais l'impression que nous on avait une équipe où on n'était pas performant. Dan heb ik dat ingesproken. Het was voor hem een uitgemaakte zaak dat hij bij ons wou rijden, het grote Mapei. We waren de nummer 1 ploeg, we hadden mogelijkheden, we hadden de beste fietsen. Die Belgische klan, Museeuw, Boomans, Peters, Belgische verzorgers, dokter Van Mol, mechanieker, ikzelf dan. Ook de medische begeleiding, Mapei-centrum, testen, wij reden aan mijn hartslagmeters, waar iedereen toen mee lacht. Maar ja, we waren in alles een klein beetje voor. Hè. En hij vond dat ze bij Lotto nog in de vorige eeuw zaten, met me niet van spreken. J'ai un souvenir que Franck était malade, je sais plus quelle course. T'es pas bien, mais nous n'avons pas de médecin avec nous. Chez Lotto, pas de médecin. Et je rentre dans sa chambre et dit. Putain, je dois rouler demain. Regarde comment je suis. Et là, je vois Van Mol qui fait toutes les chambres. Eux, ils sont soignés. Ils ne comprenaient pas que les grosses équipes, ils avaient un médecin avec. Et que là, bah, c'est un simple soigneur qui disait, bah, j'ai qu'une aspirine avec. C'était une très bonne équipe aussi. Hein. Chez Mapei, il y avait de très bons coureurs. Et Franck, il voulait un peu... Vivre de ses propres ailes aussi, ne pas avoir toujours son papa, son tonton derrière lui. Donc, demander qu'une seule chose, c'était de partir. Il a un contrat et j'ai aussi dit à lui, ja, ik wil geen ruzie, mais ja, als hij zijn contract verbreekt, want het is altijd de renner die het contract verbreekt, ik kan het contract niet scheuren. Bien sûr, les conditions étaient nettement meilleures que chez Lotto.
puisque chez Lotto, il y avait un petit salaire. Et chez Patrick, c'était quasiment triplé, quadruplé. Et oui, il voulait partir. Et moi, eh oui, je me suis dit... Je sais pas, hein, tu vois, un jeune d'Anderlecht qui a souvent encore un contrat, s'il peut aller jouer au Barça, difficile à les garder. Ma paye, c'était le must. Hein. Frank kijkt niet naar zijn familie. Frank kijkt voor zijn eigen, wou voor zijn eigen de beste zijn. En maar kon hem Jean-Luc schelen. C'était sa décision et ouais, c'était un peu compliqué. Ça a créé quand même, je crois, quelques tensions familiales. On a essayé de l'en dissuader, de dire, t'as un contrat de 2 ans, essaye de terminer tes 2 ans, mais Franck, il était têtu là-dessus. Het was gehouden aan. Hij zei, als ik niet bij u kom, dan ga ik bij iemand anders. En dan wil ik wel liever dat hij bij mij kwam. Just achter 2K heb ik getekend bij Mapei. Zonder dat mijn moeder, mijn vader of Lotto het wist. Het was een standaard contract met bepalingen over loon, duur, rechten en plichten. Het was maar één verschil. Het contract was pas geldig wanneer dat mijn contract bij Lotto werd afgebroken. En dan moest het echte gesprek nog komen. Mijn moeder zit toch voorzichtig en mijn jong durfde er niet te moeien door familiereden. En mijn vader, ik zit in een moeilijke positie, zei niet veel. Omdat hij nooit veel zei. En mijn onkel ging door zijn dak. Het denkt, zie je zot geworden? Contractbreuk, weet je wel wat dat is? Vergeet niet dat Widderjom alles geleerd heeft, hè? Maar mijn ma en mijn pa hebben mij alles geleerd. Ik heb hem nooit langs de baan zien staan met een kom soep van de finish met een washandje, hè? En op dat moment zijn er woorden gevallen die beter nooit uitgesproken zijn geweest. Het is een cliché, maar het klopt like een bus. Doe nooit zaken met familie. Certainement que j'ai essayé de dialoguer, mais quand Franck avait décidé d'aller dans cette direction-là, il n'y avait rien qui pouvait le faire changer d'avis. En ja, dan kwam dan in een wirwar van advocaten, processen en... Bien sûr, Jean-Luc n'était pas content. Ils ont quand même été au tribunal et compagnie. Ce qui n'est pas très, très joyeux pour une famille. Il y avait les avocats de la Loterie Nationale, il y avait les avocats de Lefebvre, il y avait les avocats de Franck, mes avocats et tout, dans un contexte qui était surréaliste pour une même famille. Ik heb, ik denk, gekozen als ik weg had. Ik denk, ik heb een occasie te rijden van in een topploeg. Ja, ik hoop dat misschien de mensen van Lotto gaan dan begrijpen dat ik heb de kans van zo in de schaduw van echt grote coureurs zoals Johan te rijden. En ja, van mijn beroep te leren is dat een goede keuze. Jean-Luc en moi, on n'a jamais eu un mot. Moi, je faisais mon boulot et Jean-Luc dit, tu sais, je vais pas me laisser faire. Je dis, tu fais ce que tu veux, c'est normal. J'interviens pas. Pour moi, c'était un des moments les plus difficiles de ma carrière. Et pour en finir, bah, quand tu es à la classe, tout passe. Hein. On oublie beaucoup de choses. Er werd juridisch gebackvecht over me. Een simpel coureurtje uit ploegster begot. Op maandag 3 april was het contract tussen Lotto en Frank van den Broeke gebroken. En dan mocht ik beschikken. Ik had een voorseizoen, een ploeg, een deel van mijn familie en een stuk van mijn onschuld verloren. Weggaan bij Lotto betekende meer dan een ploeg verlaten. Ik zag mijn hele jeugd voorbijflitsen. Vanaf nu stond ik er alleen voor. Geen vader niet meer in de bus. Geen onkel niet meer in de volgwagen. Vanaf nu was moeder aan de telefoon en vader in de bus van de concurrentie. Ik was er klaar voor, of toch, ik dacht dat ik er klaar voor was. Nu was de tijd gekomen voor iets nieuws, voor een andere horizon. Ik maakte me gereed voor een topcarrière bij Mapei en ik ging proeven van de overwinning. Ze zouden me op handen dragen, gelijk de allergrootste. Ja, je wil als Italiaan toch wel de grootste Europese hoop die er überhaupt bestaat, die wil je in je rangen, hè? Dat was toch een hemels exemplaar, dat vedette plaatje van Mapei. Ja, België zat te verlangen achter een nieuwe... Tussen aanhalingstekens en die Merckx.
hadden hem. Hè. We hadden het nieuwe wonderkind. Hè. Ik moet zeggen, ik vond het direct een hele charmante jongen. Die heel open was. En waarmee ik direct goed contact gehad heb. En ik denk dat dat wederzijds was. Dat was een welgekomen geschenk voor de ploeg natuurlijk. Dat was een versterking voor de Belgische kern. Iedereen had wel al gezien hoe Van den Broek in elkaar zat. Dat het wel een heel groot talent was. En dat we daar gingen mee beter worden als ploeg. Iedereen kon met hem praten en hij kon met iedereen praten. En ik kon over alles meespreken ook. Want hij was een heel intelligent iemand. Die heel rap nadacht en wist wat hij moest zeggen en vragen en doen. En hij heeft wel bij ons in de ploeg zo de houding aangenomen van ik kan hier heel veel leren. En ik kan er alleen maar beter van worden. Dat moet zeker film. Frank van den Broek die zelfs zijn bidon hoffel en zelfs zijn tumor op. Ik durf zeggen dat is de eerste keer. Ik herinner mij een van de eerste keren dat we de ploeg weg waren. En dat de mannen pinten aan het drinken waren. En dat hij elke keer zijn pinten probeerde weg te gieten in een plantenbak. En zodanig dat hij kon zeggen, kijk eens wat ik allemaal kan. En ik ben ook zo nuchter als ik weet niet wat. Frank was iemand die graag plezier maakte en die altijd wel goedgezind was in de jaren dat hij bij ons was. Frank was iemand die duidelijk zich wilde bewijzen. Hè. Hij kwam direct om al iets te betekenen in die ploeg. Mijn eerste belangrijke koers bij Mapei was de semi-klassieker Parijs-Brussel. Het was de tijd dat oortjes nog niet bestonden en koersinzicht belangrijk was. Het was nadenken en de opties overwegen. Het was misschien wel nog iets echter dan dat nu is. Ik zou me waren like een leeuw in mijn nieuwe uniform. Het was niet meer met, maar tegen Lotto, tegen mijn onkel ook. Ook al zat mijn pa ernaast in de ploegwagen. Ik zat voor het eerst in de finale van een grote wedstrijd. Het was 250 kilometer op een snelheid van 43 kilometer per uur. En met op de erelijst Ballerini, Gimondi en Martens. Ik zat de hele tijd in de eerste rij te wachten totdat er iets gebeurde. De aard van het beestje noemde ze dat. Driftig volgens sommigen en nog nat achter de oren volgens anderen. Maar ondertussen lekker bikkelend voor die overwinning. Voor elke wedstrijd was hij ambitieus op jonge leeftijd. Dus hij wilde er ook altijd voor gaan. En die wedstrijd had hij ook anders tip. Ja, ik ga me daar testen. Ik kon ook gewoon zeggen van het interesseert me niet. Je m'en voel. En dat was het ook zo, daar reed hij ook heel een dag langs achter. Hij rijdt er toch naar toe. Een nieuwe man. Maar als hij gefocust was, dan zag je dat onmiddellijk al de dag voor de wedstrijd. Dan ging hij meestal gaan sleutelen naar zijn fiets of naar zijn schoenen. Zadel kantelen. Naar boven, naar beneden. Als je dat zag, dan was het teken van, ja, hij gaat ervoor. Op die leeftijd al, hè. Aanval van Rolf Seurensen, een reactie van Van den Broeke zeker. Frank Van den Broeke inderdaad, achter Seurensen aan. Wat dan loopt er nu naartoe? Het is Frank Corvers die er naartoe wipt. Dans la finale, c'est Seurensen, Corvers, de Lotto et Frank. Et impressionnant, hein, parce que ça roulait vite. Et... L'épisode de Paris-Bruxelles, ça a été quelque chose d'extraordinaire dans la voiture parce qu'il y a Jean-Louis Van den Broek au volant et Jean-Jacques Van den Broek, le père, mécano. Et là, il y a un dilemme. En daar komt de sportdirecteur van Corvus, denk Jean-Luc Van den Broeken. En wat gaat Lotto doen? Blijven zitten en Corvus zijn gang laten gaan. Donc moi je prends l'option de rouler. Jean-Jacques, quand il entend. Les ordres que je donne aux coureurs qui doivent rouler derrière, le père, lui, il doit se dire en lui-même, non, il souhaite que l'échappé aille à son but. Et Jean-Luc, il me dit, hé Jacques, on doit rouler nous derrière. On va pas gagner avec Corvers, avec Sorensen et Franck. On ne gagnera pas. Je dis, Jean-Luc, fais ce que tu veux, c'est pas moi qui commande, sinon je dis qu'il faut pas rouler. En de Lotto's gaan rijden. Dat is Van den Broeke komen zeggen. Hij denkt dat Corvers geen kans maakt tegenover een Seurensen en een Van den Broeke. De groep komt weer wat dichterbij. 21 seconden achter nog op de 3. Jean-Luc faisait rouler, bien sûr, son équipe au détriment de Franck. Et là, c'était pire pour Jean-Jacques. Bon, moi, intérieurement, pourvu que ça tient, quoi. À certains moments, Franck est devenu un ennemi. Pour moi, Franck n'existait plus.
Moi, il fallait que le tour gagne la course. 15 bornes, 20 secondes, 10 bornes, toujours 20 secondes. 5 bornes, 10. Je dis, ça va être chaud. Moi-même, je faisais une prière. Lui, il avait envie de dire à Jean-Luc, arrête les coureurs de chez l'auto, il faut que Franck gagne. Jean-Luc ne pouvait pas, c'était son équipe. Alors, Franck, il l'avait quitté. C'était normal qu'il faisait rouler les lotos. Nog 2 kilometer, we kijken om het peloton, 150 meter, razendspannend. Quand tu revois les images, normalement ils doivent être pris. Mais au kilomètre, Sorensen se met à rouler tout ce qu'il sait. Et j'ai l'impression que Sorensen s'est dit, je préfère être troisième qu'être repris. Et Franck avait des nerfs pour jouer avec ça. Ça a toujours été sa force. Ja, maar op een kilometer van de streep en linker van den Broeken hoor, want hij is het die Korvers mee dwingt van de kop te doen. Nu of nooit, zou ik zeggen. Ze komen in de laatste rechte lijn. Ze zitten in de laatste rechte lijn met Sørensen aan de leiding voor Korvers en Frank van den Broeken in derde positie. En daar dat peloton dat terugkomt. Maar Korvers hier aan de leiding gaat hier voor de verrassing zorgen. Frank Korvers, maar dan komt Frank van den Broeken. Frank van den Broeken gaat winnen, inderdaad. Frank van den Broeken ja, wint Frank van den Broeken. Voor Korvers. Je sais plus. Mais ça a été une période. On n'en parle même plus avec Jean-Jacques. On n'en parle même plus. On était aux anges. Parce que là, il y avait 20 ans. Hein. Dat was ook een heel gelukzalig gevoel toen voor de ploeg, omdat Frank zo uitbundig was na die zege. Ja, dat was zo de eerste grotere wedstrijd die je won. En dat was voor hem weer een stap dichter bij de top. Stel je voor, had ik die dag in september 1979 niet zo verknocht geweest aan de fiets, dan hadden de botten nog aan elkaar gezeten. En had mijn vader gezegd om bij hem te blijven dan. En had die boer zijn mais vroeger geoogst, dan had de chauffeur me misschien op tijd gezien. Was die piloot me al 30 seconden eerder vertrokken. Het feit is dat ik als 4-jarig kind werd aangereden door een rallywagen. Op het moment dat er geen rallywagens op het parcours van Ploegsteert mochten rondrijden. Behalve die ene. Eerste, tweede, derde versnelling. Een obstakel van 22 kilo dat geraakt wordt met een snelheid van 70 km per uur overbrugt een afstand van 7 meter. Dat ik helaas zelf moet ondervinden. Niemand, maar dan ook niemand die toen nog een cent gaf voor een carrière als topsporter. Il y avait un rallye ici à Ploegsteert et nous, on avait l'autorisation de mettre des buvettes sur le circuit. Jean-Jacques est rentré chez un ami où il y avait une buvette dans le garage. Et pendant ce temps-là, Franck est allé 100 mètres plus loin voir la ferme. Quand Jean-Jacques est sorti de la maison, il n'a plus vu Franck. Il croyait qu'il était revenu tout seul à la maison. Et quand il est arrivé sur la place, il y en a un qui est arrivé en courant pour demander... pour téléphoner à l'ambulance. Un des deux pilotes arrive chez nous, il dit « Faut que j'appelle une ambulance, on a eu un accident avec un gosse chez nous. » Et moi, je lui dis « Et comment y est le gosse ?» Il dit « Il y a un maillot de champion du monde de vélo. » Oh, je dis « Putain, c'est le nôtre. » Voilà, c'était la cata. Hein. On sait, mais c'est le nôtre. Et on est arrivé tout de suite sur place et... On a bien vu que sa jambe était bien fracturée. Tu voyais bien le fémur qui lui transperçait la peau. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont voulu lui mettre un suppositoire pour le calmer. Mais il y avait mal, alors l'infirmière, elle voulait couper son cuissard. Ils disent, on ne sait pas l'enlever, on va te faire trop mal. Oh non, j'aime trop bien ce cuissard, il ne faut pas le couper. On touchait pas à son cuissard. Il préférait souffrir qu'on enlève son cuissard et qu'on lui mette son suppositoire plutôt que de le découper. Franck a été 6 semaines à l'hôpital, puis il a été opéré. Il est revenu à la maison. Après, il a fallu le réapprendre à marcher comme un enfant, le tenir en dessous de ses bras et le faire avancer comme ça. Puis Jean-Jacques lui a monté un vélo sur des rouleaux avec des fers pour pas qu'il tombe et pédaler toute la journée. C'était une très bonne rééducation. Il a souvent souffert de petits maux
pendant sa carrière et peut-être avoir perdu un peu de puissance. Achter 6 weken platte rust en een slecht uitgevoerde operatie mocht ik eindelijk het ziekenhuis verlaten. En dat was niet zonder slag of stoot, want mijn linkerbeen was 1,5 centimeter korter en 2,5 centimeter dunner dan mijn ander. Jarenlang heb ik onbeheerst op de pedalen getrapt, gestampt met 2 maten, niet wetende dat ik 40% minder kracht had in mijn linkerbeen. Mijn spieren groeiden verkeerd en mijn gewrichten kon niet mee. Die dus onevenwichtige kilometers, de overschakeling van verzet bij de profs en het andere materiaal, het was een kwestie van weken voordat de problemen in haar kop zouden opsteken. Vaak had hij ontstekingen en pijn in de knie, omdat hij een dijbeenbreuk had, zeker in zijn jeugd, tot toen hij 1 jaar of 4 was. En dat heeft altijd een beetje hem gehinderd in de verdere uitbouw van zijn carrière. En eigenlijk was hij maar een paar maanden bij ons in de ploeg en hij had al problemen. Dat was een eeuwig probleem. Die kniepijn kwam altijd terug en hij moest dat gelukkig dan door Lieve Maasschalk oefeningen voor doen. Wat dat ze nu natuurlijk zo'n mooie core stability noemen, zeker. Frank had eigenlijk een ongelooflijk spieronevenwicht. En vooral voor een wieler is dat belangrijk dat die knieschijf in de juiste bewegingsas beweegt. En dat was altijd gestoord. En vandaar dat hij regelmatig ontsteking kreeg in die knie, dat je binnenkant, buitenkant, bovenkant. Als het er hard aan werkte, was dat geen probleem. Maar op het moment dat dat een beetje vervaagde, kwam het er altijd opspelen. En dat is een beetje heel zijn carrière geweest ook. Dus in begin april. Johan Messee had juist op een machtige manier de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En ik moest noodgedwongen aan de kant zijn. Tot zover dus mijn debuut voor mijn nieuwe ploeg. En wat doet de vrijgezelle profcoureur dat niet kan fietsen? Clotilde leren kennen. Een meisje dat kende van bij de bushalte van bij mijn middelbare school in Koom. Ik had er nog nooit gesproken, maar de taal van de liefde is universeel. Daar loopt vrouw, ik wil vrouw. Ik neem vrouw. Dat ze een relatie had, dat kon me niet interesseren. Ik riep de hulp in van mijn schoonbroer Sébastien. En fait, Sébastien joue au football. Et donc, comme maman tenait l'hostellerie, ils avaient dit, bah, écoute, on irait bien faire le banquet de fin d'année chez ta belle-mère. Et j'avais un coéquipier qui avait une copine qui s'appelait Clotilde. Et au moment où Clotilde rentre dans un restaurant, il y a Franck qui l'a aperçu. Et Franck, il s'amusait par la porte de la cuisine. Tu voyais la salle, il y avait un interstice. Il regardait. Puis il appelle Sébastien qui était dans la salle. Il lui dit, écoute, tu deviendras un grand seigneur si tu parviens à donner mon numéro de téléphone à cette fille. Donc j'ai fait ça discrètement. Et je lui ai communiqué le numéro de téléphone de Clotilde. Ben voilà, Clotilde, à mon avis, lui a retéléphoné quelques jours après et ils se sont rencontrés. Tout de suite, elle s'est occupée de Franck, elle est venue voir les courses. Et... Leur relation était bonne, donc ils étaient calmes, ils étaient ici, tout allait bien. C'était le bon temps, je veux dire. Clotilde was een lief meisje. Ze zag hem doodraag. Maar hij kon dus ook Clotilde, ja, eigenlijk zo de boom aan, hè. Bedoel... Zij moesten naar die bakker achter die pistolees en dan moesten ze 10 kilometer rijden achter die boterkoek. Naar die bakker, dus als meneer naar bed lag. En dan wilde hij gehakt van die benenwarij en dat biefstuk moest vandaar komen. Ja, ze was eigenlijk ja, een beetje zijn slaafje. Hè? Clotilde heeft ooit een keer gevraagd, is het normaal dat een renner niks doet thuis? Die deed helemaal niks, hè. Ik ben bij hem thuis gewoon in ploegsteert geweest. Hij woonde in zijn wit huisje. Ja, dat lag daar gesteld. Ongelooflijk. Ja, dat was niet belangrijk voor hem. En zijn vrouw moest alles opruimen. Hoeveel moet je jezelf ontzeggen in een zoektocht naar een hoger doel? Is het goed om blind te zijn voor de vele verlokkingen om dan een droom van 5% na te jagen? Want op zich is topsport geen leven. Het is een passie, een verslaving, een hok, maar geen leven. Ik keek naar de koers, ik dronk koers en ik sliep koers.
bleef ver weg van alcohol en tabak. Ik was bang voor drugs en al mijn maaltijden waren vetvrij. Ik was een klootzak in de sport. Een eigenwijze klootzak. Eén die zoveel mogelijk wilde winnen en zo weinig mogelijk in dienst wilde rijden van de anderen. Want dan kun je zelf niet winnen. En zolang dan klootzakken winnen, mogen ze klootzak zijn, vind ik. Juni. 4 ritten en een eindklassement in de Ronde van Oostenrijk. Augustus. 3 ritten en een eindklassement in de Ronde van de Waalse Gewesten. September. Winnaar van de befaamde eendagskoers in Ploegen. Ik was 21 en ik stond met 15 rozen op de tweede plek van de internationale zegenlijst. Dat was mijn leven als supertalent. Koersen, dat was mijn vak. En ik was een vakman. Maar in de winter ging het weer fout. Voor de zoveelste keer in mijn vroege carrière werd ik geklopt door die scheef groeiende linkerknie. Voor de zoveelste keer werd er een prachtige periode plots onderbroken. 35 dagen mocht ik niet meer fietsen. Dat was een hel. Ik keer weer naar de top. Ik keer weer naar de top, zei ik in mezelf gelijk een mantra. Tot grote ergernis van Clotilde, want ondertussen ontdekte ze de keerzijde van het leven met een topsporter. Pas in mei, in de vierdaagse van Dunkerken, begon ik aan een nieuw seizoen. Even ambitieus gelijk altijd. We gingen de vierdaagse van Dunkerken normaal met de ploeg niet rijden. Maar Patrick besliste dan toch in te gaan op het verzoek van Frank van den Broeke. Wij hadden uiteindelijk niet meer nodig om die wedstrijd te rijden. We hadden een schitterend voorseizoen gereden. Maar doordat hij van de streek was, hij droomde van die koers te winnen. Hij eiste toen ook dat iedereen voor hem zou rijden in die wedstrijd. Aujourd'hui, je pense c'est de bon augure. Ça fait déjà un an qu'il a les 4 jours de Dakar dans sa tête et je le sens bien, on verra bien. Allez, la première étape avec départ de Dunkerque. Il y a du vent, le ciel est gris, plafond nuageux très bas. We hadden een tactisch spel bedacht. Daar is Seyvind. Dan gaan we gewoon de boel aan frieten rijden. Wij zitten in de koproep met de hele ploeg. Johan, Van den Broeke enzovoort. Jullie moeten mee zijn. Ils sortent du village, plein vent à droite. En ma paille qui fait une bordure. Ils sont quasiment tous devant, sauf un, WDB. Zo wordt de waaiervorming en hij zat in de tweede waaier. Alles is toen bij elkaar gekomen. Hij was zo pissig die dag. Hij dacht dat wij hem geflikt hadden. En Frank die pikt een crisis contre monsieur. Oh putain, bande de salaud. Ja, op een moment, arm in de lucht. Frank van den Broek. Oh, qu'est-ce qui passe, lui, avec son maillot? Il est en train de m'engueuler en bla bla bla. Ik zeg, kalm, rustig blijven. En aan een bepaald moment komt mijn zeeuw af. Wat pijst die klein wel dat net dat neemt tegen mij van zijn voeten gaan maken. Maar me zegt, daar rij me weg, je niet mee. Ik zeg, rustig blijven. Finalement, un groupe de 4 coureurs qui se détache. Le sprint est gagné par Wilfried Peters devant Nico Matin, son équipier. Ja, die was echt pissig s'avonds. Zijn Dunkerque, dat in zijn achtertuin aankwam, hij wou die rit winnen. En zo, hij wou naar huis gaan. Dat hou ik altijd voor gezien. En, Kom in het hotel achter de koers. Ik zeg, jij, mee in mijn kamer. Ik zeg, dat kan niet wat er hier gebeurt. Ik zeg, we zijn hier voor u. Iedereen is hier tegen zijn gedacht. En we doen het voor u en hij verbrandt nog. En hij begint te ween. En hij zegt, Johan, tu sais quand même que tu es mon idole. Wat er was gebeurd, was ik natuurlijk nog extra gemotiveerd om te tonen van Frank, het is nu nog te vroeg om de fakkel over te nemen. En dat was ook. Ik zei altijd tegen hem, hij schept eigenlijk een bord vol, die veel te veel is. Hè. Tegen een kind zeiden we altijd vroeger, uw ogen zijn groter dan uw buik. Dat hij wou altijd meer eten dan hij aankon. En dat was ook zo op het sportieve. Het ging allemaal niet snel genoeg voor hem. Heeft mij dat dan toch de eerste keer zo een repliek gegeven van ik ga toch wel winnen. Heb ik geantwoord, wel, dan gaan we dan morgen wel zien in de tijdrit wie dat er de sterkste is. De voorlaatste dag is er een tijdrit. Frank ging de tijdrit verkennen. En hij zegt, Johan, ga jij de tijdrit verkennen? Nee, zegt hij, ik ga de tijdrit niet verkennen. Op zich was Frank iets meer behaafd als tijdrijder dan ik zelf. Maar hij kon natuurlijk ook niet afgaan. En Museum zei tegen mij toen Frank vertrokken is, ga de rollen halen en mijn fiets. Ik ga warm rijden op de rollen hierboven in mijn kamer. En toen wist ik wel genoeg. Hè.
om Frank te laten uitschijnen dat hij niet warm gereden had, dat hem helemaal niet interesseerde. Om bijna te kunnen zeggen dat hij, ik heb gewonnen, maar ik heb zelfs niet warm gereden. Ik heb me daar ook volledig gegeven, volledig aan elke bocht, om dan toch maar die tijden te kunnen winnen. En wie won de tijden, denk jij? Musee won de tijden. Na de tijden is hij gewoon naar mijn kamer gekomen en heeft hij mijn hand gereikt. Gezet. Vous êtes le plus fort. En dat was Frank. Voor mij heeft hij besloten ce matin à la réunion que Johan était notre leader incontesté et qu'on essaiera de lui faire gagner les 4 jours de Dunkerque. Johan won de vierdaagse van Dunkerque. Johan wil zeggen, ik ben nog altijd de nummer 1 in de ploeg. Op mijn 22e zei ik dat ik de Ronde van Frankrijk ging rijden nog voordat ik geselecteerd was voor de Tourploeg. Al die grootspraak voor de wedstrijd was voordelig voor me. Want zeggen is kunnen. Sommigen zeiden dat arrogantie was, maar voor mij was het de vorm van pep talk. Ik was een specialetje. Misschien wel te speciaal. Journalisten werden altijd maar inventiever met hun synoniem. Sommigen hadden het zelf over halfhot Frank. En dat was goed, want dat betekende dat ik halverwege was. Er is een goede brok ervaring, dosering en uierzalf nodig voor 3500 kilometer fietsen te overleven. Wie dat er zei dat ik nu al in staat was een rol te spelen in het eindklassement, had geen verstand van koers. Maar wie dat er zei dat ik minimum 2 etappes kost kleuren, had dat weer wel gelijk. Vooral die derde rit, van 4 naar Plumelec, dat stond al weken in het rood omcirkeld in mijn agenda. Ik droomde ervan. Die 2 kilometer lange beklimming van de Cadoudal. Met een gemiddelde stijgingspercentage van 6,2%. En daarboven die 6 letters. Finish. Klaar. Gewonnen. Chapeau, Franck est avec les meilleurs. À 22 ans, le Benjamin du Tour. Brossard, Jalabert, Zabel, Ulrich. Franck qui attaque. Die dag was hij super gemotiveerd. Het was ook een aankomst die hem super lag. God, ik was eigenlijk al tevreden dat hij in die fameuze bocht in Plumelec, dat hij daar als een raket aanzette. En dan werd hij in extremis nog geremonteerd. En zijn ontgoocheling was immens. Nou ja, we geven nu de tijd. Ik weet dat hij een eind doorreed om hem de kans te geven om die eerste ontgoocheling tot tranen toe om die van zich af te zetten. Maar als ik er dan bij kwam, was hij dat nog niet kwijt. Hij vloekte het er letterlijk uit. Je was heel dicht, Frank. Ja, heel dicht. Ik ben blij dat ik ging winnen. Op hoeveel meter van de streep dacht je van, het is nog voor mij? Wow, 100 meter, maar het was een serieuze win op kop. En ik kijk achter zo, achter mijn achterwiel in de sprint en ik zie niemand op de lengte. Ik dacht, ja, het is gewoon zeker. Quand il s'est fait battre par Eric Zabel, là il pestait. Pouvoir gagner une étape du Tour de France. Hij verliest daar van Zabel en dat was geen schande. Absoluut niet. Dat gaf voor mij dan alleen maar aan van als je dit kunt, dan kun je meerdere etappes in de Tour wel winnen. Moet je niet blij zijn of ontgoocheld? Voor mij ontgoocheld. Ik zat dichtbij in de Tour is echt. Ik ben ontgoocheld. Je gaat nog ver gaan, jongen. Je gaat nog heel ver gaan. Ik hoop het. Binnen in het hoofd van Frank moet er enorm altijd beweging geweest zijn. Soms zware turbulentie. Wat wij als ploegmakers, als staf niet altijd konden inkijken. Wat gebeurt er daar allemaal? Ik denk dat hij 's morgens gestart is gewoon met ik ga winnen, ik ga op dat podium daar staan. Boef. En dat is niet gelukt. Dan was hij anders dan anders. Frank had voor af en toe een uitlaatklap nodig, denk ik. Ik kwam op de kamer, ik sliep bij Johan. Kom, we gaan nog iets drinken. Maar ik durf zeggen, ik had echt geen behoefte eraan.
En het was anders wel tijdrit, niet mijn specialiteit. En hij was ook de man die moest presteren in de Tour. En ik heb me eigenlijk laten meesleuren naar Johan. Met drie een taxi gepakt. Niemand wist het, hè. Zelfs nu weet niemand dat nog niet. Het was Frank, hè. Ja, Frank had al iets bewezen. Ik zal even meegaan, hè. Dus, ja, ik dronk zelf die dag niet. Ik heb misschien twee pinten gedronken op heel de avond. En dan zei ik, kom, we zijn verder. En dan wou hij weer niet mee. Het was zo'n belangrijke dag, maar ik denk hij had die uitlegklep nodig. Misschien om een excuus om zondags te zeggen van ja, ik heb misschien niet gepresteerd omdat ik te laat ga slapen. Zeg. En ik denk dat hem 6 of 7 wordt in de tijdrit. Met al die kleppers voor hem. Het zijn grote kampioenen die om 10:30 in de bed zaten. En hij 4 uur later. Dat was Frank. De Ronde van Frankrijk bestaat uit tijdrit, massasprints tussen de bergen en een echte zware etappe met 4 of 5 reusachtige beklimmingen. De Pyreneeën zetten me weer met mijn voeten op de grond. Met 26 minuten achterstand en een inzinking dat ik niet voelde aankomen, kost ik flutten naar een goed eindklassement. Maar met een goede laatste week en opnieuw een tweede plek, kost ik toch met een goed gevoel naar huis. Ik had leergeld betaald. Iets dat ook Patrick niet was ontgaan. Hij feliciteerde me met mijn eerste ronde, maar ik vertrok een paar dagen naar Châteauroux om te gaan vissen. Ver weg van alles en iedereen. Ils louaient un gîte là, il y avait un étang, où il y avait des barques avec Clotilde, il y allait pêcher des journées entières. Ze zijn dan moeten meegaan aan de boord van dat meer en in een onnozel tentje. En dan moest een grote vis was, moest ze helpen hem uit het water halen. Lorsqu'il y avait pêché un poisson, il fallait le filmer, il fallait le prendre en photo. Il était aussi fier que lorsqu'il gagnait une course. En dat sliep hij niet s'nachts, omdat hij helemaal gek werd van het vest. Frank, c'était quand même quelqu'un de très actif. Et là, il trouvait le repos, le calme. Hij zei dat hij daar rust vond. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij de hele nacht vest en kan resten. Ik zag het echt niet zitten om de zoveelste keer het seizoen te starten met overbelasting. Dus ik voerde de oefening van de dokter heel correct uit. Met een aangepaste krachttraining op mijn linkerbeen wist ik mijn beenomtrek van 49 naar 51 centimeter te brengen. Ik was goed, zelfs te goed. Op stage in Calpe kreeg ik zelf op mijn duvel omdat ik te hard getraind had. Terwijl dat de andere coureurs werkten aan hun opbouw, kreeg ik een afremmingsprogramma. Ik was klaar voor een topprestatie in Parijs-Nice. De rit begost met een proloog van een goede 10 kilometer door de lichtstad. De vraag is, kost ik 11 jaar na de zegen van mijn onkel Jean-Luc de bloem pakken in de koers naar de zon? En zou Laurent Jalabert, de winnaar van de laatste 3 edities en aanvoerder van de gele Onze-brigade, zijn troon afstaan? Een tijdrit op zijn maat gesneden. Ik denk niet dat Frank van den Broeke al in staat was om een tijdrit te winnen van 40 kilometer. Maar de halve afstand tot 10 à 12 kilometer, dat kon hij allemaal aan. Voilà, Frank van den Broeke. Favoriet de ce Paris-Nice. C'est parti pour Laurent Jalabert, vainqueur des 3 dernières éditions de Paris-Nice. Il va tenter la passe de 4 cette année. Als je weet wat Jalabert toen al waard was in die periode, dat hij nauwelijks te verslaan was in dat soort oefeningen, dan moet je wel van goede huizen zijn. Jalabert die daar nu boven komt en die heeft de beste tussentijd. C'est un temps canon que vient de réussir Laurent Jalabert. Zoals de kaarten nu liggen, moet je zeggen Jalabert. Op weg naar alweer een etappezege in Parijs-Nice. Waar gaat Frank uitkomen? Frank van den Broek qui en termine dans la ligne droite. Il était tout à l'heure 12:31. C'est pour l'instant le meilleur temps. Dit is grote klasse. Dit is groot talent. Laurent Jalabert qui va en terminer. Les derniers mètres, Laurent Jalabert qui ne gagnera pas son contre la montre. Laurent Jalabert qui en termine. Il est deuxième. Jawel, Frank van den Broek wint deze tijd. Laurent Jalabert à 7 seconden de Frank van den Broek. Ja, hij wint die proloog in Parijs
tegen onze verwachtingen in, met verven, met seconde voorsprong. Ja, ik vind het mooi eigenlijk dat ik al onze winter zeg, Paris-Nice, wil ik er staan en ik kom hier, ik win direct. Dat doet mij ook heel veel plezier. Het is het eerste jaar dat ik niet sukkel, dat ik aan blok kan rijden. Ja, dan staan we daar. Hè. Moet je die trui gaan verdedigen. Ik kreeg twee dikke piepers van de eredame. Een jaloerse blik van Clotilde en de witte leiderstrui. En ik ging ze niet rap niet meer afstaan. Door de overwinning op de openingsdag hadden we onszelf als ploeg direct in een lastig parket gebracht. Ik was de haas en de komende 6 dagen werd ik opgejaagd door 150 wilde honden. De Fransen zagen dat natuurlijk her. Een gevecht tussen de lieveling uit eigen land, Laurent Jalabert, en de lieveling van just over de grens, Frank van den Broek. Het was een gevecht op het scherp van de snee. Met zijn hoogtepunt in de 5e etappe met aankomst bovenop de Col de la République. IJs, sneeuw, hagel, wind, regen. We kregen het allemaal te verduren. Ja, je was goed, maar je had echt pijn aan zijn knie. Charity. Ik ga stoppen. Ik zei, Frank, niet, niet stoppen. Het was op. Ik ga niet overdrijven. Nu. 20 kilometer van de aankomst. We waren nog in het peloton. Het was in stok aan het vallen. Wij zaten nog. Ik ga een dokter gaan, zegt die dokter. Ik meen met hem natuurlijk. Naar die dokter. Maar hij is een beetje beter, zegt hij. We draaien de Col de la République op. Le peloton explose. Coureurs hier, coureurs daar. Attaque du leader. Wow. Zulle, Virenque, Jalabert, noem maar op. Ja, die wordt gelost, die wordt gelost. En hij rijdt de kleine apres gewoon Jalabert uit. Attaque de nouveau de leader. Wow. Mee met die van Onze. Ja, ik zei, we moeten naartoe. Hè. En ik kom bij Frank en zei, ça va? Ik zei, rijdt hij mee op kop? Nee, hij mag niet en hij wil niet. Ik zei, kun je er hem afrijden? Zo. Hij rijdt hem dan af, want ik zei, ze biedt wat minder stijl en dan lukt het misschien niet meer. Bon, een tandje groot, patat eraf. Je suis partie avec Clotilde à Saint-Étienne. On était partie pour la course au soleil. On s'est retrouvé avec des manteaux de fourrure et des petites boots dans la neige. On a su qu'il était seul en tête et au moment où on a vu, c'était Nirvana. Vainqueur, l'héros du jour, Frank van den Broek, superbe vainqueur. Ja, daar verscheen hij dan, in een sneeuwlaag. Frank van den Broek, los van de mannen van ons, van een Jalabert en Zullen. En dat hij allemaal achtergelaten. En niemand die er toen aan twijfelde dat Frank van den Broek Parijs-Nice zou winnen. Non, non, on arrête pas. Heb je al ooit deze gevoelens gehad die je nu hebt? Nee, nooit. Dat was vandaag ja, ongelooflijk. Ik rijd er groot plateau langs de klim. Ik ga nu zijn met de glimlach omhoog, maar dat heeft toch een enorme gevoel als je zo iedereen lost. En, het was nooit genoeg. Ik mocht er altijd verder en verder duwen. Ik heb hem toen wat uitgedacht en gezegd van, was je de sterkste vandaag? Een renner zegt dat normaal gezien niet van zichzelf. En dan geeft hij zo schijnbaar schoorvoeten toe. Ja, ik ga het nu maar zeggen, ik was de beste vandaag. Je bent de sterkste, Frank. Ach, voor de ene keer zal ik het zeggen, ja. Dat nummer dat hij opvoedde op Col de la République, dat was niet mijn. Ja, dan na de aankomst, ja. Zie je dat hij wint en hij zegt, allee. Hij ging stoppen, 20 kilometer voor de aankomst. Frank van den Broek! En zie hem daar op het podium staan. En hij zegt, ja, allee, hoe kan dat nu eigenlijk? Frank die dan de morgen na de Col de la République opstaat met kniepijn. En dan moeten we hem nog 3 dagen verder krijgen. En natuurlijk, iedereen wist dat wij geen al te sterke ploeg hadden voor het gebergte. Het begon voor ons nog. Hè. Het had weer ons tegen ons. We moesten ons echt verwachten aan het ergste, hè? Zeker de zaterdag-etappe. Toen moesten we heel de bergen nog over. Regardez quelle belle image. Les 6 coureurs de l'équipe Marbeille. Et en 6e position, le maillot blanc. Vous l'avez reconnu. C'est bien Frank van den Broek. Très à l'aise. À ce coup de pédale. Cette sérénité. We moesten alles, heel het peloton tegen ons. Regardez le travail de Wilfried Peters. Je
Toen begon ik op kop te rijden. Oké, okay, van kilometer 1 beginnen ze te demareren. En Jalabert attaque. Jalabert attaque. Et Van den Broek va chercher. Et Van den Broek est là. Quelle facilité. Il se retourne, il contrôle. C'est Zoulé. C'est le seul qui est pas pour attaquer. Attention, c'est dangereux. Et regardez Frank Van den Broek, regardez-le. Oh, c'est, oui, c'est Zoulé. Et il repasse et il passe devant. Oh, c'est merveilleux. Et il vient se mettre devant lui. Ah, quelle démonstration. Et encore Jalabert qui attaque. Et Van den Broek qui va à nouveau. Mais où cela va-t-il s'arrêter? Quel spectacle dans cette finale. C'est le Paris-Nice de Frank Van den Broek au général. Je suis content pour Frank qui garde quand même son maillot. Dat zijn de Jacques, dachten we. Voor de laatste etappe waren we echt bang dat hij halfweg zou stoppen. Hè, want hij kwam uit bed en het was bijna niet te houden. En als die pijn niet beter werd, dan ging hij onmogelijk die lastige aanvang kunnen doen. En kan nooit met die knie gelijk die nu is, dat is uitgesloten dat ik vandaag ga kunnen de koers uitrijden. Initieel was er echt een probleem, ook aantoonbaar op scanners en foto's. Dat kun je niet buiten. Je kunt niet een ontsteking, dat kun je zien en dat kun je diagnosticeren. Dat was ook zo. Maar dan komt het verhaal. Kun je zo'n dingen al dan niet misbruiken waar het u uitkomt? Dat is zo een excuus. Maar ja, je moet rekenen voor hem, dat was altijd latent aanwezig. Als dat terug opspeelt, komt er een vorm van paniek in die situatie natuurlijk allemaal. En dan komt hij in twijfel terug. Ja, dan moet je daarop inpraten, de ploeg praat daarop in, want uiteindelijk, zoveel mogelijkheden heb je niet, hè. Frank heeft dat nooit naar de buitenwereld laten tonen, maar Frank had veel faalangst. Frank had niet het zelfvertrouwen dat hij uitstraalde. Ik moet dat hier wel winnen, ik mag hier niet afgaan. Ik moet dat hier klaren ten opzichte naar mezelf, naar de ploeg en naar iedereen toe. Naar de buitenwereld was hij oersterk, maar de binnenkant, en dat is meer dan één keer gebeurd, was hij zeer onzeker. Dat was extreem, van alles naar niks met Frank. Dat verloor hij echt zijn moraal. Hij had altijd in de vooravond, twee avonden ervoor, je mag er altijd van uitgaan dat hij altijd iets mankeerde. Ofwel begon hij ziek te worden, ofwel had hem daar wat pijn, ofwel was het weer de knie die hem begon te voelen. Frank had niet het zelfvertrouwen dat hij uitstraalde. Misschien dat hij nou zegt van shit, wat nu heb, alles loopt perfect. Nu ga je het fout lopen. Welkom op de Promenade des Anglais in Nice, waar we straks hopen Frank Van den Broeke te kunnen zien huldigen als eindwinnaar. Eigenlijk is dat zowat zeker natuurlijk, want er kan nauwelijks nog iets misgaan. We hebben daar echt heel zwaar plafpoker gespeeld. Hij verrechte wel de pijn. En ja, het was of niet starten. Maar dat konden we niet maken. De leider die uit de koers stapt. En dan al een bal die Paris-Nice zou winnen al die jaren. En, we hebben dan gewoon de mannen van voorop in de eerste rij gezet en een soort tempo aangehouden. Iedereen dacht, ze zijn zo sterk, er is niets aan te doen. Maar dat is de ene keer demareert. Eén, de mannen lagen eraf. En twee, Frank ging zwaar een probleem komen. Allez Frank! Allez Frank! Hey! Maar bon, het is toch gelukt. Tom Steels links van de weg. Tom Steels, gaat hij het halen? Nee! Hij wordt nog geklopt op de streep door Christophe Capelle. Het allerbelangrijkste is de eindzege van Frank Van den Broeke, de winnaar met panache. Mais là, il a fait un sacré numéro. Là, je dis, il n'y a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. En dan toch in mis geraken met die witte trui. Eigenlijk dachten we toen, nu is de carrière van Frank als toprenner echt gestart. Een maand achter Parijs-Nice won ik op een verbluffende manier Gent Wevelgem. Iedereen die het waf van de koers kende, beschouwde me nu eindelijk bij de grote. Elke ploeg uit het peloton wou me. En het werd altijd maar moeilijker om te weerstaan aan de lokroep van het grote held en het absolute kopmanschap. Aan het einde van het seizoen trok ik naar het Franse Cofidis. Een keuze die alles zou veranderen. Was ik maar bij Mapei gebleven.